Hallo iedereen, welkom weer in een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Ik ben vandaag bezig met heel veel content te maken. En ook, ik ben buiten adem, sorry. Ik was net heel het huis aan het afzoeken. Om heel het huis aan het afzoeken om iets terug te vinden. Want Niels had dat weggezet. En ik vond het niet. Maar ik heb het ondertussen gevonden. Dus ik ben buiten adem van heel de tijd de trappen op en af te gaan. En bluh. Maar oké. We got it. Dus we kunnen weer verder met werken. En ook vandaag voor de middag. Want ondertussen is het 5:12. 5:02. Voor de middag naar kantoor geweest met Celine. En dan ook met Celine even naar de Maison du Monde. Ik zal zelfs even laten zien wat dat ik heb gekocht. Ik heb niet veel meegebracht. Ik ging eigenlijk gewoon mee voor Celine. Omdat Celine wou spulletjes voor haar dressing hebben, denk ik. En ik zei ja, ik ga wel mee. Ze vroeg, gaat je niet even mee? Ik zeg ja, oké. Dus ja, maar eerst ga ik even verder werken. En ik kom zo bij jullie terug om mijn spulletjes te laten zien. Oké, hier ben ik met mijn haul van mijn Maison du Monde. Als eerste heb ik deze twee mokken. Oh, ik ben zo erg. Ik heb al zoveel mokken en tassen in mijn kast staan. Maar ik zag deze en ik dacht, oh, zo schattig voor de zomer. Dus ja, natuurlijk. Alyssa heeft ze gekocht. Deze twee met regenboogjes. Twee verschillend, zo met oranje en met geel. Die zijn trouwens handmade, staat erin. En ik vond ze cute. Dan heb ik dit gekocht. Dat zijn ijsblokjes. In flamingo's, ananas en appelsientjes. En we hebben eigenlijk nooit ijsblokken. Allee, jawel, we hebben altijd zo'n hele zak met ijsblokken. Maar als we dan echt zo'n gin of zo maken, dan moeten we wel zo uit elkaar kloppen. En ik dacht, voor een rosé en zo van die dingen in de zomer is dit wel cute. Of in een gin ook. En ja, je kunt het gewoon herbruiken. Dus dat is ook wel tof. En dan heb ik echt heel random dit matje gekocht voor de katten. Er staat op, demand the best for your lovely pet. Delicious food for stylish cats. Dit, ze hebben zo'n waterbakje nog apart. Ze hebben een waterfontein, maar ook nog een waterkom. Die elke ochtend opnieuw gevuld wordt. Omdat Muffin heeft heel graag zo'n nieuw vers water. En die fontein die reinigt wel de hele tijd. Maar toch, Muffin drinkt soms van de fontein. Maar liever zo vers. Dus dat doen we ook nog elke ochtend. En dat staat nu op een handdoek. En dat ga ik dan op dat matje zetten. En dan heb ik twee kussens gekocht. Want zoals jullie op Instagram hebben kunnen zien, als jullie Mangeloop volgen op Instagram, is dat we naar een hotel waren in Mechelen. En Niels zei, oh, ik wil ook zo'n hotelkussen. En we hebben inderdaad wel geen echte goede kopkussens niet meer. Allee, onze zijn zoal wat verouderd en veel gebruikt ondertussen. En dit zijn echt zo hotel kussens van foam die goed zouden zijn voor uw nek. Dus zo heb ik er twee meegebracht ook in de Maison du Monde. Die kosten niet zoveel. Ik denk 15 of 16 euro. Dus ik dacht, I'll take it with me. En dat heb ik dan maar gedaan. En dat is het eigenlijk al wat ik van de Maison du Monde had. Totaal niet veel. Maar oké. Ik ga even alles op zijn plaats zetten en dat een beetje opruimen. Oh, ze plakken er altijd zo van die stickers in en ik krijg dat er niet af. Hoe heet dat daar? Waarom doen ze dat? Plak er echt zo in hier. Ik weet niet als je het ziet. Oh. Ja, oké, okay, ik krijg het er niet af. Ik krijg zo stukjes, maar dan scheurt dat weer. Ja. Oké, okay, 3 uur later. Nee, oké, okay, 1 kwartier later. Ik heb de stickers eruit gekregen. Nu moet ik alleen nog een plaats vinden.
om deze masker te zetten. Want echt, mijn kast puilt uit. En dan moet je denken dat er nog geen winter- en herfstmokken in staan. En hier nog mokken staan. Dan ga ik deze in de diepvriezer doen. Maar ik vroeg mij dus af, zou je dat zo in dat zakje kunnen laten? Of niet? Ik denk dat wel, hè. Ik ga dat proberen om dat in dat zakje te zo en zo in de diepvriezer te doen. En je kunt dat toch gewoon zo open doen. En eruit halen. Oeh, ik heb het kapot getrokken, die opening. Oké, okay, maar ik ga het er zo in doen. Dit in de diepvries. Voor makjes. En dan dit hier. Want als je kunt zien, staat van drinken op een handdoek. En nu hebben we dat op dat matje gezet. Ik moet trouwens ook vandaag nog dit invullen. Pronostiek voor de... Wat is dat? EK? EK, denk ik. Want in Niels zijn vriendengroep doet iedereen mee aan de pronostiek. Ook de meeste vrouwen. Ik zei eerst wel, ik ga niet meedoen. Maar de pot is wel hoog. Omdat iedereen doet mee en iedereen geeft dan ook 10 euro. Dus dat is wel... Een tof concept eigenlijk, gewoon onder vrienden. Dus ik zei oké, ik zal ook meedoen. Dus ik moet dat invullen. Maar je krijgt dus op alles punten. Op de groepsfases krijg je punten. Op de knock-out fases krijg je punten. Halve finales, dan is er nog zo'n deel met extra punten. Wie dat de... assist koning gaat worden, de topschutter is, de man van het toernooi gaat zijn. Ja, en dat weet ik dus niet. Ik weet alleen dat de winnaar van de finale Duitsland gaat zijn. That's my guess. Ik denk dat iedereen in de groep Frankrijk heeft gezegd. But nope, ik ga voor Duitsland. En trouwens, niemand heeft België gezegd. Maar ja... Ik ga ook niet België zeggen, ik ga voor Duitsland. As you guys know, of misschien niet weten, nu wel. Mijn papa is Duitser, ik ben half Duits. En dat is gewoon vroeger, nu nog. Als er voetbal is, zoals dit, en Duitsland speelt, dan is het thuis altijd groot feest. En dat is super leuk. Dus ik ga voor Duitsland in de finale, als winnaar. Hey, wat zit jij hier lekker aan het chillen? Oh, half in het zonneke, half in de schaduw. That's the way, hè? Schattebol, hè? Oké, ik heb letterlijk niks meer gefilmd. Het is terug ochtend, as you can see. Trouwens, best wel wat pukkels. Hormonaal waarschijnlijk. Van the time of the month. Maar oké. Ik heb net mijn ontbijt gegeten. Ik ga nu deze vlog monteren en terwijl ben ik The Circle aan het kijken. Even zo, dat is zo'n goede show om zo op te zetten terwijl ik monteer of zo. Amai, ik zie er echt uit, ze. Maar ik probeer al mijn werk in de voormiddag gedaan te krijgen. S'avonds ook naar kantoor. Dat ik hopelijk na de middag eens even kan rusten in de zon, een boek lezen of zo. Oh, kijk er echt naar uit. Maar ik moet nog, als deze vlog gemonteerd is, nog 2 foto's maken ook. En naar kantoor, maar oké, ça va. Dat is mijn to-do voor vandaag, dus dat gaat wel lukken. Ik ga deze vlog ook afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. Ik zie jullie snel weer.